Als het goed is, gaan we nu weer live. Ja, daar zijn we weer. Mooi. Even gauw de webcam opstarten. Maar we zijn alweer hoorbaar, als het goed is. Dat is ja, dames en heren, sorry, we hadden wat problemen, technische problemen. We zijn wel weer hoorbaar, bijna ook weer zichtbaar. Ineens valt de boel uit. Dat doet hij dan nooit. En dan ineens op zo'n grote finale dag. Ineens wel heel merkwaardig. Maar dan gaan we induiken hoe dat komt. Gelukkig zijn we weer online. Ik gooi weer even de grote preview voor jou erop. Boom. Met wie zitten we mee te kijken? Met, als het goed is, Bolle Gijs weer. Oh ja, Bolle Gijs nog steeds. Je weet toch. En de president. Zeker. Die zijn allebei nog levend. Ja, dus teammate van Bolle Gijs, Dr. Puist, is uitgeschakeld. Definitief ook. Kan niet meer terugkomen. Hetzelfde geldt voor Owned by Phoenix. Ploeggenoot van I am the president. Oeh, de scores. Bolle Gijs. 1-1, 2-1. VNX had er 2. Ja, dus dat daar zijn ze uitgelopen. 3-2. Ja, daar zijn ze uitgelopen. Ze stonden al 3-5. Ja. Dus ja. Dus nu staan ze dan in totaal 5 tegen 8. Ja. Oeh, 3 kills goed te maken door Bolle Gijs. Dat wordt niet makkelijk. En hij heeft de president achterin staan volgens mij. Ja, ook dat nog. Sta je dan met je teammate? Ja, ja, mooi hè? Of is het een enemy? Dat kan natuurlijk ook, omdat we zijn naam niet kunnen zien. Nee. Ja, dat zal niet. Nee, nee, want ze zitten met z'n tweeën in, ja, in het rondje. Dus, ja. Dus die neemt gewoon zijn teammate mee. Op weg naar de objective. We gaan straks alle winnaars in een rad gooien, Monier. En daar komt een winnaar uit. En doen we live op scherm. Doen we live op scherm. Dan kunnen jullie zien dat er niet gesjoemeld wordt bij pro-players. Ja, het gaat natuurlijk wel om een PlayStation 5, hè? Ja. Dus ik snap dat jullie wat stress hebben. Net viel de boel ineens uit. Excuus daarvoor. Inmiddels weer online. Dus laat het iedereen weten via de ProPlayers website dat we weer online zijn. En uiteraard wordt ook het regelen van die prijs gecommuniceerd via de ProPlayers Insta. Lekker rijden. Met eigenlijk je concurrent. Zolang je achter het stuur zit, kan je natuurlijk geen kills maken. Dus waarom zou jij dit als Bolle Gijs zijnde doen met de president achterin? Nou ja, kijk. Krijg dat ook aan het handen. Wat ze nu aan het doen zijn, is ze blokkeren natuurlijk nu de deur. Alleen ze kunnen er wel in klimmen. Ja. Nog maar 56 spelers in de map. Bolle Gijs moet nog minimaal 3 kills maken. Nou, hij moet nu gewoon zijn teammaat weglaten. Gewoon zoek het maar uit. Precies. Of ze hebben het op een akkoordje gegooid. Ja, dat zou kunnen. Splitten. 150-150. En dan is 75 de man. Hm. Ja. En dan gaan we gewoon even een lekker potje van maken. Ja, wie weet. Ja, ik vind het hoogst merkwaardig dat ze nu zo samenwerken. Ja. Dit zijn duidelijk. I am the president en Bolle Gijs. Inderdaad. Eigenlijk concurrenten nu. Ja. Voor het prijzengeld. Ik had hem zo een delfijn gereden met die auto. Ja, precies. Eruit springen en doen. Ja, Bolle Gijs zoekt natuurlijk wel de actie. En hij denkt, als ik I am the president daar naartoe breng en die wordt neergeschoten, dan ben ik ook spekkoper. Dat is zeker mits, waar, mits die zelf dan overleeft. Ja. En anders ben je gewoon een hele sociale speler. Ja, je ziet daar wel water, of niet? Is dat een... Nee, dat is een beek, een beekje. Daar mag je gewoon, daar kun je gewoon weer rijden. Kijk. Oh, kijk. Oh ja, kijk, dit doet hij slim. Nou moet hij eigenlijk blijven staan. Ja, waarom gaat hij nou wegrijden? Hele verre spelen, hè? Oh, nu gaat hij rijden. En nu zit Bolle Gijs achterin. Jij mag schieten, Bolle. Ja, keurig, netjes afgesproken. Op de beurt. Ja. Hoe gaan ze nu de laatste 50 spelers vinden? Daar is er één. Nee. Ja, daar reed wel een voertuig. Mm-hmm. Dat zou worden beschoten. Brambrap. Oh, hij zit wel een beetje in de auto. Inderdaad, ja. Bolle Gijs moet nu niet
het loodje leggen, want dan is het klaar. Dan is het klaar. Als Bolle Gijs het loodje legt, dan is het klaar inderdaad, ja. Nog 51 spelers. Klik gewoon even dingetjes dicht. Te voorkomen dat de boel weer aan elkaar draait. Nee, het kan allemaal wel weg dit. Ja, precies. Bolle Gijs is wat aan het schieten nu op een auto. 2, 3, kijk. Hij raakt ook iemand, armor cracked. Zie je, nu zie je dus echt, je kan gewoon niet volgen. Bolle Gijs maakt hier wel een kill inderdaad. Ja. Ja, dus hij wordt gewoon geholpen door de president in ieder geval. Ja, keurig, sportief. Geeft bijna een gelijkspel. Ja, precies, nog 2 kills. Nog 2 kills Bolle Gijs en dan staan ze gelijk. Nog 47 spelers in de map. Nog genoeg kansen. Ik vind het heel merkwaardig. Ja. Co-op finale met je tegenstander samen. Ja, het blijven wel teammates natuurlijk. Maar... Ja. The president. Nee, wij hebben het trouwens fout zo te zien. Is dat zo? Kijk. Forced by... FNX, die is hij nu aan het spectaten, Bolle Gijs. Oh. En de president is ook nog levend. Dus wij zitten gewoon helemaal fout. Dus het is dus wat Iron 38 doet, is hij streamt dit door, zodat we de finale kunnen blijven volgen. Ja, precies. Om te kijken waar deze game eindigt. Maar hij is zelf al gedropt. Oh ja. De uitslag van de PS5 komt na deze finale, Jesse. Maar dan is het sowieso wel Team Iron President wat gewonnen heeft. Dan is president heeft gewonnen, ja. Ja. Ja, zeker. Leuk. We kijken hem nog even uit natuurlijk. Tuurlijk. Dus 200 eurotjes in de pocket. Ja. En 100 voor Iron 38. Ja. Ze pakken nu een scavenger contract. Oeh. En ze gaan we aan de... Oh, nog 39. Nog 39. Het gaat hard ineens. Oh wacht, staat momenteel gelijk spel. Er kan jailbreak. Hmm. We krijgen wat verschillende informatie door. Ik ben dokter Puist. Oké. Thanks. Owner Keiwal. Oké, maar jullie kunnen niet meer terugkomen in de game volgens mij. Of ze moeten jullie terugkopen. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee. Sowieso duimpjes omhoog. Dat is een mooie dag. Ja. Daar gaat hij. Brap. Daar komt dan de winnende kill misschien. Hij heeft hem overgereden, volgens mij. Dat telt natuurlijk als kill voor I am the president. Hoppa. Boom. Meteen een dansje. Om de overwinning te vieren. En een gas mask. Als er jailbreak is, komen we gratis terug. Ah. Oké. Ik hoop het voor jullie. Jailbreak. Ja, jailbreak dan maar. We blijven nog even goed kijken. Ja. Zo ver ben ik nog nooit geweest in die game. Ik zou het niet weten. Ik heb een aantal keer gespeeld bij Maat, maar de Gulag heb ik wel gezien. Ja. Ja, daar kom ik nooit uit. Ja, de koekbakker. Ja. Ja. Verder dan een paar kills kom ik niet hoor, meestal. Daar moet ik ook een beetje geluk bij hebben. Zonder muis. Weinig herries voor deze jongen. Tja. 36 nog. Actie. Je speelt het wel heel behoedzaam. Uiteindelijk blijkt dat dan toch de winnende tactiek voor vandaag. Dat kan natuurlijk heel anders lopen. Je moet wat geluk hebben erbij, hè? Met name bij zo'n Battle Royale mode. Ja.
niet overal willen komen, zeg maar. En dan is maar de vraag, waar landt iedereen? En kan je dan blijven zitten op je plek? Of moet je toch verplaatsen? Ja. Maar het gaat hier wel om het aantal kills en niet om de win. Dus uiteindelijk spelen ze het op zich wel redelijk safe, maar ze willen wel graag killen. Ja. Even juggelen. Met de ammo en de wapens. Er is geen tijdslimiet bij deze game, hè? Nee, helaas niet. Helaas niet. 32 spelers nog. Als ik het goed zie, 31. Kijk, daar zie je de sniperscope in. Brap, wie gaat dit sniper wel weer? Niet eens raak. Nee. Nou, ik vind het wel weer best. Even een nieuwe locatie zoeken. Nieuwe angle. Hier is zijn scope natuurlijk ook weer even zichtbaar. Wij kunnen inmiddels wel even kijken of er nog meer goede antwoorden zijn geweest. Voorbereiden voor de loting. Want we hebben veel goede antwoorden. Ja. Keurig. Ik zou wel voor al die streepjes erachter gaan. Ja. In de war. Het zal niet verleid maken, toch? Nee, you never know. Never know, dat is zijn nickname. Want Joey staat tussen twee streepjes. Als die valt, dan krijg je dat weer. Boom. Zo. Keurig. Dan is er één. Nog 21 spelers. Oh, dat gaat hard ineens. Ja. Lekker man. 20. Boom. Zo, alle namen staan vast klaar van de mensen die goed hebben ingestuurd. Ja, nog één laatste keer. Mochten jullie het goede antwoord weten op de vraag: hoeveel doelpunten zijn er totaal gevallen vandaag tijdens de FUT 21 en FIFA 21 competitie van Pro Players Grand Finals? Dan moet je dat even DM'en naar het Pro Players Insta-account. En dan, als je dan een account hebt op de proplayers.eu website en je volgt ons op Instagram, dan maak je dus kans om straks in het Rad van Fortuin te gaan. I am the president heeft gewonnen. Nice. Deze finale. Dat doen ze goed. Huppatee. Zo. Ja, zo beter. Denk het, ik hoop het. Huppatee. Is die beslist? Ja, dit is zo. Nice, ja. Hij is schloes. Ja, dames en heren, dan gaan we door naar de volgende ronde. Namelijk, waar veel van jullie kijkers voor kwamen natuurlijk. De loting. Nog één ding en dat is inderdaad de loting. Ik ga hem even op de browser gooien, want dan ziet u dat we alle namen netjes hebben ingevoerd. Boom. Dat ziet u nog niet. Ziet u als het goed is nu wel. Nee. Ja, dan moet even voor. Ik moet even de venster op naar refreshen. Ja. Oh ja. Voilà. Even die ding hierop, die heb je afgesloten. Ja, de preview, maar die hebben we niet meer nodig. Oké. Kijk. Hier staan jullie allemaal. Dit zijn de mensen die het goed hebben gezegd tot nu toe. 14 deelnemers. Kijk eens even. Als je jouw naam ertussen ziet staan, dan ga vooral niet weg. Want dan gaat er nu gekozen worden wie de winnaar wordt door deze website. Random. Aantal winnaars 1. Trekking opslaan. Niet zo spannend. Dat blijft op de stream toch wel staan. Ja. Waar kan ik hem... Start de loting daaronder in de oranje. Oh, ja. Let's daar gaan go. We. Klaar voor de start. Oeh, ik vind het wel spannend. PlayStation 5 gaat naar Jasper Kobussen. Van harte gefeliciteerd. De microfoon wat hard staan zie ik nu, of ik schreeuw wat hard. Jasper Kobussen, van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd inderdaad. Jij gaat hem winnen. Nou, stuur even een DM'tje nog één keer via Instagram naar ProPlayers.
met je nickname op de website. En checken ze nog even of het klopt. En dan gaat die PlayStation 5 naar jou. Waanzinnig. Ja, wat vond je ervan, Jeffy? Eerste keer met Pro Players casten? We krijgen natuurlijk gelijk het antwoord. Waar was ik? Waar was ik? Het antwoord was 219. Ja. Goals. Ja, zeker. Dat was het juiste antwoord. Hebben we bevestigd gekregen van onze admin Jordi. Ja, jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het meedoen in ieder geval. En dit was seizoen 1 met €5.000 aan prijsgeld. Seizoen 2 gaat volgende week beginnen met de qualifiers. Elke week qualifiers voor Call of Duty, Rocket League, Fortnite, FIFA en FUT. En natuurlijk weer €5.000 aan prijsgeld gaat eruit. En ook weer toffe kijkersprijzen volgende maand. Dus blijf onze kanalen, onze socials in de gaten houden voor de aankondiging van die Grand Final. Want we weten nog niet precies welke datum die gaat plaatsvinden. Maar ik hoop er weer bij te zijn. Tot dan! Out your everything.
We'll be right back.